Ik ben Axel, dit is jouw dagelijkse Blogs Update. Natuurlijk te horen op het Spotify-kanaal van Blogs en te zien op het YouTube-kanaal van Blogs. Het laatste exemplaar is dit voor deze week, maar volgende week, uiteraard iedere werkdag, sta ik gewoon weer voor je klaar om je op de hoogte te gaan brengen over de laatste nieuwtjes uit de crypto en de economie. Met vandaag de volgende hoogtepunten. Economie in de vers, de rente in Europa, Chainlink en verschillende nieuwsberichten over de Bitcoin. Waaronder nieuwe all-time highs. Hoe dat precies zit, ga ik je vertellen. Voor vandaag beginnen we met wat algemene economische berichten. Maar wel berichten die grote impact kunnen gaan hebben op de verdere ontwikkeling voor de waarde van de meeste cryptos. En dan met name natuurlijk voor die van Bitcoin. Zoals het geluid uit Europa dat we namelijk eindelijk te maken gaan krijgen met een rentepauze. En dat is voor het eerst dat de ECB die maatregel als het ware inlast naar maar liefst 10 renteverhogingen in slechts uh, een ruim jaar tijd. Dus dat is heel erg hard gegaan. Betekent dat dan dat we met de inflatie ook op het beoogde niveau zijn? Nee, dat zeer zeker niet. Maar de ECB laat weten dat ze verdere verhogingen dus voorlopig niet gaan doorvoeren, omdat het anders aan de economische kant een te lastig verhaal gaat worden. Dan zouden we bijvoorbeeld met de hele economie toch richting een recessie kunnen gaan bewegen of erger. Dat proberen ze te voorkomen. Door dus toch een hoop renteverhogingen achter elkaar te hebben doorgevoerd, is dit voor nu wat ze kunnen doen. En dat heeft uiteindelijk geleid dus door een rentepercentage van maar liefst 4%. En dat is ook direct het hoogste percentage ooit hier voor het Europese gebied. Daar blijft het voorlopig dus ook even op staan. Je ziet hier op de site van de ECB naast mij bijvoorbeeld ook alle verhogingen met de datum daarbij en tot welk niveau dat dat heeft geleid. Die vier kunnen we dus de komende periode gaan verwachten bij ook alle nieuwe datums. Ja, dat betekent uiteindelijk dat we um, toch verbetering hebben gezien. Nog niet genoeg als waar ze willen zijn, want ze gaan bijvoorbeeld de rente nog niet verlagen. Dus dat geeft ook wel weer aan dat we nog stappen te maken hebben richting die inflatie van 2%, waar ze natuurlijk op mikken. Maar dat bij verdere verhogingen we er economisch te veel last van gaan krijgen, want een hogere rente. Maakt bijvoorbeeld het lenen van geld duurder, wat het minder interessant maakt voor mensen om geld te lenen en vervolgens uit te geven. Ook voor bedrijven en ondernemingen, noem het maar op. Dat zou uiteindelijk die inflatie moeten gaan drukken. Nou, heeft het inderdaad gedaan, maar we hebben nog steeds met een te hoog inflatiepercentage te maken. Eurolanden, over september gemeten, bijvoorbeeld nog 4,3% inflatie aangetikt is al een flinke verbetering ten opzichte van de double-digit inflatiecijfers die we eerder hebben gezien, maar ja, nog niet waar we moeten zijn. Nou, uh, wat gaan we hier verder nog van mogen verwachten? Nou, dat ze dus de komende tijd uh, de rentepauze in stand gaan houden, exact tot wanneer en wat we daarna mogen gaan verwachten is nog niet bekend, maar natuurlijk ook heel erg afhankelijk van de ontwikkelingen die we de aankomende maanden gaan zien. En een ander belangrijk algemeen bericht dat afkomstig is uit de VS. En dat gaat daar over de stand van zaken van de algehele economie. En dat is zomaar positief. Want de economie van de hele Verenigde Staten over het afgelopen kwartaal gemeten. heeft een hele mooie groei laten zien. 4,9 procent. Nou, dat is toch een positieve verrassing. Want ook daar hebben we met heel veel renteverhogingen te maken gehad. Uh, dat allemaal weer. En weerslag heeft op de economische ontwikkeling, lijken ze in de cijfers over het laatste kwartaal dus weinig last van te hebben. Want dit is ook direct, die 4,9%, de grootste groei sinds 2021. Dus dit is serieus een mijlpaal die even gevierd mag gaan worden. Dat werd voor een groot gedeelte veroorzaakt door de uitgaven van consumenten. Um, nou, niet alleen de consumenten die hiervoor hebben gezorgd, ook de overheid zelf heeft meer uitgegeven. En de export is ook weer toegenomen ten opzichte van de dieptepunten, bijvoorbeeld direct na en rondom de coronapandemie. Nou, grotere groei ook dan het vorige kwartaal, dus in die zin neemt dat ook toe. Het kwartaal hiervoor zagen we 2,1% in de plus, die 4,9 gaat dat dus echt ruimschoots overheen. En dit is toch ondanks die omstandigheden net bijzonder, want te maken met inflatie, alles wordt duurder. Hoe kan dit dan precies toch gaan leiden tot verhoogde uitgaven vanuit consumenten? Dat heeft ook veel te maken met de lonen die zelfs nog harder zijn gestegen dan de inflatie in de VS in een heleboel gevallen. Dat zorgt er dus voor dat de voorlopige in ieder geval de gemiddelde huishoudens meer te besteden hebben dan daarvoor. En ja, de reden dat die lonen zo stevig zijn verhoogd heeft weer alles te maken gehad ja, met de vele openstaande vacatures en de weinig beschikbare mensen. Dus uiteindelijk heeft het bedrijfsleven daar meer... Competitie in moeten toevoegen, meer moeten gaan betalen om mensen binnen te trekken. En dat heeft dus tot deze situatie geleid. Nou, dat is voor nu mooi, natuurlijk, die 4,9 Maar waarschijnlijk kunnen we dit niet gaan volhouden. Want voor het volgende kwartaal wordt er alweer voorzichtig aan rekening gehouden met een minder grote groei. In ieder geval. Uh, dat komt dan waarschijnlijk doordat dat effect van die verhoogde lonen dan weer een beetje uitgeforceerd is. Dat ook de spaartegoeden dan weer uitgedund zijn. Het dus weer minder hard gaat met die uitgaven vanuit in ieder geval die groep. En een andere belangrijke groep waar ze ook verwachten dat het iets rustiger gaat worden, is bij de woningbouwers. Want ook daar geldt veel economische onzekerheid op dit moment voor een lastig te voorspellen toekomstplaatje. En daarom gaat dat ook wat afnemen. Door het naar Bitcoin zelf. Want geloven het of niet, in verschillende landen zijn er nieuwe all time highs aangetikt voor de waarde van Bitcoin. Dat is dan dus bitcoin ten opzichte van verschillende fiat-valuta's. En dat in een hele korte tijd. Dus dit is echt van de afgelopen dagen gebeurd. Waarin we natuurlijk ook een hele koersexplosie hebben gezien voor de waarde van bitcoin. De Amerikaanse dollar uitgedrukt betekent dat hartstikke mooi. Flinke percentages erbij. Maar nog steeds zitten we maar op de helft van de all-time high in de dollar uitgedrukt. Maar dat geldt niet. Als we bijvoorbeeld gaan kijken naar de Argentijnse peso of de naira uit Nigeria... Turkse lira, de kip uit Laos en de Egyptische pond zijn allemaal fiat-valuta's die zodanig aan inflatie onderhevig zijn geweest dat we daar dus in Bitcoin nu op all-time highs zitten. Ja, en dat is best wel een bijzondere situatie, maar dat zegt dus niet per se iets over de groei van Bitcoin in dit geval, maar juist iets over de eh, exorbitante en extreme inflatiepercentages die we in die landen zien. Als we daar eens even naar gaan kijken, de cijfers van het IMF moeten we er dan bij gaan pakken. Dan zien we bijvoorbeeld dat de Bolivar in Venezuela de hoogste inflatie op jaarbasis kent ter wereld: op dit moment met zo'n 360 procent. De dollar, maar dan de Zimbabweanse variant: 314 procent. Het Soedanese pond: 256 procent. Nou, met dat soort uh, ja, idiote percentages hebben we dan te maken. Maar dus ook voor de coins die ik net genoemd heb, zoals bijvoorbeeld, of coins fiat valuta, uh, de Turkse lira. 51% inflatie. De Naira uit Nigeria 25% inflatie. Dus ja, inderdaad, dan loop je al snel voor ten opzichte van de dollar uitgedrukt in een bitcoin all time high. En dat vertaalt zich ook in andere opzichten, want het meest recente rapport van Chainalysis dat we ook gisteren hebben besproken, laat zien dat een aantal van die landen, zoals Nigeria, Turkije en ook Argentinië hoge posities innemen op de adoptieindex wereldwijd. Nigeria op de tweede plek, namelijk Turkije op de 12e, Argentinië op de 15e plek. Dus daarin zie je dat ook bij uitstek in die gebieden met een extreem hoge inflatie. mensen toch wel echt die vlucht naar Bitcoin zoeken en dan dus op die manier uit proberen te komen. Ja, en dat is uh, zeker in deze genoemde landen extra bijzonder dat dat dus echt vanuit het volk komt: die beweging en die vlucht naar Bitcoin en andere crypto's. dat de regelgeving daaromheen in de meeste van die landen ook niet bepaald positief is. Sommige gebieden geldt dat daar wel wat verbetering in komt, langzaam maar zeker. Maar in sommige andere gebieden geldt dat dat absoluut niet het geval is. Het alleen maar meer tegengewerkt gaat worden. En toch zie je deze beweging gebeuren. Men doet er dus alles aan, logisch natuurlijk, om te ontsnappen aan die enorme inflatiepercentages. Bijzondere data van analisten en naamgenoot Axel Adler. Die laat op Twitter namelijk weten dat we een hele neerwaarse explosie, een implosie, wat we het misschien wel noemen, hebben we gezien in de aantal beschikbare bitcoin op verschillende gecentraliseerde exchanges in ieder geval. En dat is volgens hem een heel erg belangrijk teken, zeer positief signaal met name. Hierin zien we over het algemeen een correlatie tussen enerzijds de bitcoin koers en aan de andere kant dus die hoeveelheid beschikbare coins überhaupt die op dat moment op een exchange te koop zijn. Hierin zien we dus ook op dit moment dat dat extreem hard naar beneden knalt. Zo gauw er weer iets boord en gebeurt in de hele sector, zie je ook dat die voorraden meteen ontzettend hard naar beneden vallen. Nou, dat aanbod wordt dus steeds kleiner, de vraag steeds groter en dat kan dus een extra effect gaan uitoefenen in de vorm van een verhoogde waarde voor Bitcoin. Ook precies wat we de afgelopen tijd hebben gezien. Nou, deze grafiek laat weinig aan de verbeelding over. Je ziet het hier echt met een harde knik. Ook gewoon naar beneden zakken en tegelijkertijd die Bitcoinprijs omhoog knallen. Dat is namelijk de zwarte lijn. En daarin is die correlatie toch wel weer echt bevestigd. In dit geval ook wel in een uiterste bevestigd. Maar hij heeft nog meer te melden. Want ook dit is nog een interessante grafiek die hij op zijn Twitter deelt. We zien we daarin de verkoopdruk. En dan met name van de korte termijn. Hodlers. Dus ja, misschien mag ze niet eens. Hodlers noemen. Maar de korte termijn uh, posities binnen de crypto sector, investeerders dus die nog niet zo lang geleden bijvoorbeeld zijn ingestapt. Die willen ook nog niet van hun bitcoin af. Die durven nog geen winst te pakken. Die hebben zoiets van, nou, uh, er zit waarschijnlijk nog meer in het vat, dus we gaan het even uitzitten. We gaan het even afwachten. En dat zorgt dus voor een extra afname in die beschikbare hoeveelheid bitcoin. Misschien zelfs voor een extra toename in die toch al grote club van lange termijn bitcoin hondlers. Al met al omstandigheden die leiden en ook al hebben geleid nu. Tot een flink verhoogde koers. Waar dat ze daar ook alles van weten, flink verhoogde koersen, dat is bij Chainlink. Want die gaat zowat door het dak. En de grote vraag is: wat speelt er op dit moment? Want een percentage van 45% in de plus ja, is toch wel de moeite waard om even goed naar te gaan kijken. Dus er aan de hand, nou, Vodafone en Chainlink Labs, die hebben een belangrijke samenwerking aangekondigd. Dat lijkt een van de uh, katalysatoren hierin te zijn van die enorme toename in de waarde. Dat betekent dat Sumitomo Corporation en Innowave daar ook betrokken bij gaan raken. En dat lijkt dus een van de belangrijkste uh, omstandigheden te zijn op dit moment. Hoe ziet die samenwerking eruit? Nou, Chainlink natuurlijk als crypto-partij. Aan de andere kant hebben we dan Vodafone Dab, is dat. En dat is een Digital Asset Broker. Vreemde tak misschien, zo klinkt het, maar toch wel echt van Vodafone. 2022 is die opgericht en uiteindelijk is daar wat in de structuur veranderd waardoor daar nu ook andere bedrijven bij betrokken zijn. Zoals het Japanse Sumitomo die hier nu dus ook bij betrokken raakt. Vodafone heeft nog steeds een belang van 80% dus vandaar dat een dergelijke aankondiging grote effecten kan hebben. Wat willen ze gaan doen? Uh, ze laten het volgende daarover weten. Het Cross-Chain Interoperabiliteitsprotocol, ja, dat is een mooi galgje woord. Kort gezegd het CCIP van Chainlink, dat willen ze gaan inzetten en gebruiken en uiteindelijk moet dat ertoe gaan leiden dat het een stuk efficiënter wordt om internationaal te kunnen handelen en handel te kunnen drijven in verschillende opzichten. Nou, natuurlijk wel handig als je een digital asset broker bent zoals de Vodafone Dapp, uh, dat willen ze op deze manier gaan inzetten. Daarnaast, en dat is met name voor Chainlink zelf nog een extra groot nieuwsbericht, hebben ze ook laten weten dat ze zich aansluiten bij Chainlink als een node operator. Vanzelfsprekend is de cryptopartij daar erg blij mee, want dat geeft dus een hoop legitimiteit, überhaupt, aan het hele project. Maar het is ook nog echt een project dat op deze manier het gebruik van blockchain in de praktijk brengt door een hele grote partij, door een heel groot bedrijf. Al met al noteert dat ook een extra mooie plus voor Chainlink zelf. Dat ook geldt voor de Bitcoin, ga ik je nu vertellen. Dan op de koersen, koersen over naar tradingview.com halen we de data bij Bitstem vandaan. Dan gaan we even kijken naar de dagcandles, want het zag er de afgelopen tijd zo mooi uit. En ja, dat doet het nog steeds. Wij handelen op dit moment op 34.125 dollar, dus nog steeds boven die belangrijke 34K-lijn. Wel zie je dat we gisteren uiteindelijk toch voor het eerst sinds een ruime week. Het rood hebben we moeten afsluiten met een minnetje, nog wel beperkt, van 0,97%. Close die dag uiteindelijk op 34.165 dollar. Ook daarvoor geldt close nog steeds boven die belangrijke 34k. Maar vandaag zie je dat daar weinig verder mee is gebeurd. Behalve een nog iets verder doorzettend dipje. Ook al is die echt nog heel erg beperkt gelukkig. Tot nu toe staan we op een min van 0,13% hebben iets lager gestaan, want je ziet dat de WIC vandaag het laagste punt van 33.796. Daarmee zijn we dus wel eventjes die 34k kwijt geweest. Maar maken we uiteindelijk gelukkig snel weer goed en dat zorgt ervoor dat we er nu dus weer een goede 100 dollar boven weten te handelen. Daarbij valt nog wat anders op, namelijk dat het laagste punt iets hoger is dan het laagste punt van gisteren. Dus daar zit in die zin nog steeds een opwaartse trend in. Gelijkertijd zien we aan de bovenkant dat het hoogtepunt aanzienlijk lager is dan dat van gisteren. En daarin zien we dus ook nog steeds een afnemende trend. Tja, als je het zo gaat bekijken, gaat u misschien iets opvallen. Hier hebben we te maken met een heuse mast. En hier gaan we dan met een vlaggetje te maken krijgen. Hier echt een driehoeker dat we op dit moment in bewegen. En daar zullen we dadelijk uit moeten gaan breken. Daar moet een richting in gekozen worden. En dat is nu dus nog niet helemaal duidelijk. Dat moet op dit moment bepaald gaan worden. Als we wat verder gaan inzoomen, bijvoorbeeld naar de uurkendels, dan kunnen we ook gaan kijken naar hoe dat die beweging binnen deze dag heeft plaatsgevonden. Eigenlijk sinds gisteren in de avond dan zie je ook echt zo'nzelfde soort beweging. We komen in een steeds krapper bereik terecht. Er wordt constant wat naar boven, naar beneden, wat naar boven, naar beneden getest. En uiteindelijk zal daar dus een duidelijke richting uit kunnen gaan volgen. Tot en nu zie je dus wel hier aan de onderkant, met name ook een stevige supportlijn die constant oploopt. Ook daar geldt, hier ingezoomd staat tegenover een stevige resistance-lijn. Nou, daarmee zijn we nu dus voor het eerst sinds een lange tijd twee dagen op een rij rood aan het noteren. De laatste keer was 17 en 18 oktober, waren ook allebei gelukkig zeer beperkte exemplaren. Direct daarna zie je dat we doorbreken die zone in en dan kan het echte vuurwerk gaan beginnen. Voor nu, als we dit niet kunnen gaan houden, de richting gaat bijvoorbeeld dadelijk toch de overhand naar beneden krijgen, zit een test op die 32k mogelijk nog steeds in, want... Laten we het vaker doen bij het flink uitzoomen, zie je hoe belangrijk die lijn de afgelopen jaren. Want dit is mei 2022 is geweest Resistance. Dus een goede stevige degelijke test daarop is niet gek en ook helemaal niet erg. Mocht het hier wel de rechter omhoog gaan kiezen, ja dan zit je voor wat weten echt weer op die 35.000 dollar waar we hier een dag of drie geleden ook kortstondig boven hebben gehandeld, gaan we echt mogelijk weer een nieuwe stap omhoog maken. Net zoals we dat hier eerder hebben gezien. Vandaag gaan we het hierbij laten. Wil jij ook aanstaande week en alles wat daarna gaat komen als allereerste op de hoogte zijn van de belangrijkste nieuwtjes uit de crypto en de economie? Zorg dan dat je als de video weer gaat subscriben. Op het liefst alle kanalen. Maar in ieder geval op het YouTube-kanaal en natuurlijk ook op het Spotify-kanaal. Ga ik van u een prachtige avond toewensen. Ook alvast een prachtig weekend. Houd het een beetje rustig aan. En dan zou ik zeggen tot volgende week maandag weer. Doeg!